De spanning liep hoog op vandaag aan de Universiteit Maastricht. Pro-Palestijnse studenten die al meer dan een week actie voeren, bezetten vanochtend een faculteitsgebouw. Ze eisen dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt en vinden dat de besluitvorming hierover veel te lang duurt. 7 actievoerders gingen in gesprek met de universiteit. Verslaggever Maries de Heus is bij de poort van het gebouw waar actie wordt gevoerd. We mogen daar nog steeds niet naar binnen. Maries, is al duidelijk wat er uit dat gesprek is gekomen? Ja, daar kan ik kort over zijn. Het is nu 5 uur nadat het gesprek is begonnen en nog steeds weten we niet wat eruit is gekomen. Het gesprek tussen de demonstranten en tussen het college van bestuur van de Universiteit Maastricht. Geeft aan hoe de universiteit op eieren moet lopen. Het conflict tussen Israël en de Palestijnen is natuurlijk niet zwart-wit. Maar er is in de huidige discussie weinig ruimte voor grijs. Dus nog altijd geen witte rook. En hoe is de situatie daar nu ter plekke? Het is nu relatief rustig, zoals je achter me ziet. Dit is het gebouw van de faculteit Maatschappij en Cultuurwetenschappen dat bezet is door de studenten. Vanochtend rond 8:15 werd uiteindelijk ook de deur dichtgedaan. Kon er niemand meer in of uit. En verzamelden zich ook een 100-tal studenten buiten hier op de Grote Gracht om uiteindelijk heel duidelijk te demonstreren. Rond 7:45 vanochtend namen studenten een gebouw in van de faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen op de Grote Gracht in Maastricht. Het gebouw ging op slot en buiten op straat verzamelden zich een 100-tal studenten en sympathisanten. In hun midden 3 hongerstakers die sinds vorige week woensdag geen voedsel meer nemen. Not good, very weak, very shaky. I have to sit, I cannot really do much. And why are you here today? I'm here so that the university cut ties with Israeli institutions which are in support of the genocide of the Palestinian people. Say it loud, say it clear! Say it loud, say it clear! We don't want no Zionists here! We don't want no Zionists here! Studenten, medewerkers van de universiteit en sympathisanten protesteren tegen het optreden van Israël in de Gazastrook. Na de aanval van Hamas op 7 oktober is het conflict volledig geëscaleerd. Met een optreden van Israël dat volledig buiten alle proporties is. Zo oordeelt ook het internationaal strafhof in Den Haag. Maar het hof vraagt ook stappen tegen Hamas, dat nog steeds 128 Israëlische gijzelaars vasthoudt. You're not asking for the release of the hostages, which would also be a step in resolving this problem. Well, I don't think that this is comparable because if you look at the numbers, there have been more than 35,000 Palestinians which died. It's absolutely not about Hamas. It's about a terrorist state which is killing people deliberately. De situatie op de Grote Gracht lijkt vanochtend te escaleren als de studenten de straat blokkeren en geen verkeer meer doorlaten. Daarmee komt de openbare orde in geding en handhaving zet de Grote Gracht af. De universiteit neemt contact op met de politie en als er dan een aantal rake klappen valt, lijkt het moment van escalatie dichtbij. Maar na een toezegging van de universiteit dat het bestuur wil praten met de actievoerders, wordt het protest beëindigd. There's 7 people who will have a meeting now, okay? But this is a big win! De hongerstakers worden dan door medewerkers van de universiteit uitgenodigd voor een gesprek bij het bestuursgebouw aan de Midderbroedersberg. Dat is nog wel een 500 meter lopen, wat voor de hongerstakers na 7 dagen actievoeren nog een flinke opgave blijkt. Bij aankomst bij het bestuursgebouw doet bestuursvoorzitter Rian Letchert zelf de deur open. Zo, hallo. Your face. Zo begon het overleg. Het faculteitsgebouw aan de Grote Gracht blijft voorlopig gesloten. Beste media, jullie mogen naar binnen. Ja, Maries, er is dus veel gebeurd vandaag. Wat betekende dit voor de lessen op de universiteit? Ja, het gebouw was vandaag dicht en het zal voorlopig ook nog wel even zo blijven. De universiteit gaat kijken of er eventueel online instructie gegeven kan worden. Maar de-escalatie is eigenlijk het toverwoord voorlopig voor het bestuur. Het niet uit de hand laten lopen. Wat we ook weten is dat er ondertussen schriftelijke vragen zijn vanuit de gemeenteraad aan het college van BMW. Wordt dus straks vervolgd.